Goedemiddag. Ik heb het op deze plek al eens vaker gehad over verwarde mannen. Maar ja, verwarde mannen en het nieuws, dat is als Whalen en het Songfestival. Ze blijven terugkomen. Dit weekend was er een Syriër in Den Haag die 3 mensen neerstak. En nu is de vraag, was dit een verwarde man, zoals de politie meteen verklaarde, of een terrorist? Want aan de ene kant riep hij Allah Akbar, maar aan de andere kant, hij had een tijdje geleden ook al een keer zijn hele huisraad uit het raam van zijn flat gekieperd. En dat doen terroristen dan weer niet. Die zijn blijkbaar altijd heel zuinig op hun bankstel. Het zijn hele gevoelige jongens, diep van binnen. De kwestie riep ook bij mij meteen heel veel vragen op. En de belangrijkste, wat is eigenlijk het verschil? Is niet elke terrorist per definitie een verwarde man? Is het verhaal, mijn God is de enige God en de wereld zit vol ongelovigen en die moeten dood en ik ben uitverkoren om dat te doen? Niet net zo'n waanbeeld als, ik noem maar wat, viaducten zijn geplant door aliens om over 20 jaar massaal op te staan en de mensheid te vernietigen en we moeten ze allemaal opblazen voor 2038. Of trouwens, dat is een slecht voorbeeld, want dat klinkt eigenlijk nog best wel plausibel. Laten we eerlijk zijn, geen aardbewoner zou zo'n viaduct een naam geven als bijvoorbeeld Tomatuva. Hoe dan ook, de tegenstelling is natuurlijk absurd. Dat je verward bent, sluit niet uit dat je ook nog heel veel andere dingen bent. Zoals een groot dichter en denker ooit zei, everybody's got a little outlaw in them. Je kunt bijvoorbeeld prima een verwarde man zijn en tegelijkertijd president van de Verenigde Staten. Of parlementariër in Iran, want daar zijn ze ook niet helemaal lekker. Ik zag beelden van hoe ze meteen na Trump zijn besluit in het parlement in Iran een Amerikaanse vlag stonden te verbranden en riepen dood aan Amerika. Ik vermoed om te bewijzen dat ze echt vredelievend zijn en geen kwaad in de zin hebben. En ook om te laten zien dat ze geen gevaar voor de wereldvrede vormen. Want er moest tot 3 keer toe iemand met een aansteker bijkomen om dat verdomde vlaggetje fatsoenlijk in de fik te krijgen. Ik zag al meteen, dat zijn geen jongens die fluitend een keer een raketje afvuren. Die kun je rustig laten knutselen. Maar goed, terug naar de steekpartij van dit weekend. Stel dat de politie in Den Haag na grondig onderzoek concludeert, het was toch een terreurdaad. Wat verandert dat? Wordt de man dan uit het ziekenhuis gehaald, in een oranje overal gehesen en naar een geheim kamp op Schiermonnikoog gebracht, waar we hem 15 jaar gaan vasthouden zonder proces? Gaat hij naar Sheermunk IB? Bestaat zoiets überhaupt in Nederland? Of gaan we dan Syrië binnenvallen om het regime omver te werpen? Wordt artikel 5 van de NAVO in werking gebracht? Of zetten we hem met Marco Kroon in 1 ruimte en dan maar kijken wat er gebeurt? Dat vind ik altijd het wonderlijke aan mensen die per se willen dat iets een aanslag was. Vorig jaar reed iemand in Amsterdam op een paar mensen in en hoe vaak ook werd uitgelegd dat het een ongeluk was omdat de bestuurder onwel werd. Er is in Nederland nog steeds een Leon de Winter van overtuigd dat het een aanslag was. Want sommige mensen zien in een verbrande tosti al een salafistisch complot. De vraag is, en dan? Wat als het zo is? In het ene geval lopen er gekken rond met religieuze waanbeelden die mensen aanvallen. En in het andere geval lopen er gekken rond met andere waanbeelden die mensen aanvallen. Allebei geen goed nieuws. Ik denk dus dat de categorieën terrorist en verwarde man elkaar met regelmaat overlappen. En dat een man zoals die Syriër van dit weekend hoe dan ook straf en hulp nodig heeft, in welke verhouding dan ook. Ja.